aanloop begint nu op N1. Welkom bij aflevering 2 van De Aanloop. Zometeen gaan we naar het niet zo zonnige Groesbeek, waar de speciale 100ste Vierdaagse wijn wordt gemaakt. Maar nu eerst op kunstjacht. Ook als je van kunst houdt, is er tijdens de Vierdaagse feesten genoeg te doen. Zo kun je bijvoorbeeld in de Stevenskerk naar de zomerexpositie, waar je onder andere de Nijmegen-prent kunt zien. We staan nu midden in Nijmegen-Oost, midden in een woonwijk, en hier is een galerie van de organisatoren van die zomerexpositie. Theo, we staan midden in Nijmegen-Oost in een oud huis. En hier midden in die wijk is een galerie. Ja, al sinds 1991. Dat is al een hele tijd. Dat is een hele tijd, ja. En dat heb je helemaal zelf opgebouwd? Ja, dat is heel geleidelijk is dat gegaan. Ik kom uit het onderwijs. Ik had veel belangstelling voor beeldende kunst. En ben op een gegeven moment begonnen. En de kunst die hier hangt, is dat allemaal Nijmeegse kunst? Nee, ja, op een gegeven moment, in de loop van de tijd leert een mens veel. Ik ben er, in Blauwe Sinijn ben ik erin gedoken. Mm-hmm. En dan moet je nog heel veel leren, want verstand hebben van kunst, ideeën erover hebben. En te zorgen dat het financieel plaatje ook klopt, dat is een hele lange weg. En als ik van tevoren was geweten, dat was ik nooit begonnen, laat ik het zo zeggen. Nee, is het zo erg? Ja, het is een heel ingewikkelde wereld. Hè? Je denkt van, ik begin een winkeltje, maar voordat je een beetje status en prestige hebt opgebouwd, wat heel erg belangrijk is in de kunst, dat duurt gewoon een tijdje. Hey, en nu is het bijna Vierdaagse. Er zijn een aantal dingen op kunstgebied die sinds een aantal jaar worden georganiseerd, hè? Ja, kun je er iets over vertellen? Nou ja, wij zijn vol enthousiasme, dat is eigenlijk het belangrijkste van ons, wat we elk jaar doen, is de zomerexpositie. Ja. En dat is nu de 23e Nijmegen-prent geven we nu uit. En ik dacht dat het de 19e zomerexpositie wordt in de Stevenskerk. De zomerexpositie in de Stevenskerk en de Nijmegen-prent. Je noemt ze in één adem, maar het zijn wel twee bijzondere dingen, toch? Het zijn bijzondere dingen, maar ze horen bij elkaar. Oké. En dit is langzamerhand heeft die prent in Nijmegen bekend geworden. En op een zeker moment is besloten om tijdens de opening van de Vierdaagse feesten de onthulling van de Nijmegen-prent door de burgemeester is daar onderdeel van. Het thema dit jaar is dus zinvolle illusie. Ja. Wat versta je eronder? Want voor mij is dat echt een... Het is eigenlijk een heel lang verhaal, maar... We hebben te maken met ontkerkelijk en mensen zijn op zoek naar zin en betekenis. En dat is die zinvolle illusie. En ik heb aan hen gevraagd van... Ja, verbeelden jullie dat? Ik vertel het en ik heb ook muzikers gevraagd om... Dat muzikaal weer te geven, dan kun je op verschillende manieren kun je dat idee communiceren. En dan kunnen we er allemaal misschien een beetje wijzer van worden. Ja, ik ben benieuwd. Hey, en het wordt onthuld door burgemeester Bruls. Ja. Is dat een hele happening? Hoe gaat dat in zijn werk? Ja, dat is een enorme happening. Want ik hoorde je net al zeggen, er is ook muziek gecomponeerd rondom de thema. Het is een hele happening. Nijmegen komt er graag, want daar komen zo'n 700 mensen op de opening van een expositie en dat is uitzonderlijk. Hè? Mm-hmm. Maar het is ook langzaam heel erg goed in Nijmegen ingebed en heeft ook veel te maken met de manier waarop wij in kunst staan. Ik vind het leggen van verbinding heel belangrijk. Nijmegen heeft ongelooflijk veel kwaliteit op het gebied van muziek, op het gebied van beeldende kunst, maar ook, ik geef wel eens tijdschriften uit en dan op de universiteit, in de gemeenschap vind ik allerlei mensen die het leuk vinden om dingen te doen. De zomerexpositie is dus in de Stevenskerk. Ja. Als ik hem wil bezoeken? Nou, je bent hartelijk welkom. Het is vrij entree. Mm-hmm. En hij loopt van 17 juli tot en met 21 augustus. Elke dag van 11 tot 5. 11 tot 5? Ja. Oh ja, nou, ik ben benieuwd. En als ik hem nou boven mijn bank wil hebben? Is die te koop? Er zijn 25 exemplaren. Oké. Okay. En de prent kost €675, inclusief lijst. Inclusief lijst? Inclusief lijst. Ja. Kon je hem ook ophangen dan? Nee. Dat moet je zelf doen. Als je aan wijn denkt, dan denk je aan Frankrijk, Spanje, Italië, Chili. Maar je denkt niet zo snel aan Nederland. Vandaag zijn we in Groesbeek, want er wordt speciaal voor de 100ste Vierdaagse een nieuwe wijn gemaakt. Het weer is iets minder Zuid-Europees dan we hadden gehoopt, maar dat betekent niet dat het minder mooi is. We gaan die kant op.
Freek, het is niet geweldig weer. Is dit wel het ideale weer voor druiven? Nee, niet helemaal hoor. Maar ik ben wel blij met wat water. Ja. Want die druiven hebben natuurlijk wat water nodig. Ja. En er zijn gebieden waar zo weinig water valt dat ze moeten gaan irrigeren. Dus wat dat betreft is Nederland een ideaal wijnland dan? Ja, wat water betreft. Water is nog geen wijn, hè? Water is nog geen wijn. Nee, daar heb je helemaal gelijk in. Hey, en dat wijn maken, want nou ja, goed, ik vind het heerlijk om wijn te drinken. Ja. Maar wijn maken, daar heb ik geen verstand van. Ja, dat is leuk. Ik wist niet dat het zo leuk was. Oh? Die druiven worden rijp. Ja. En dan moet je natuurlijk even kijken of ze rijp genoeg zijn. Hè, want ze kunnen te rijp zijn. Mm-hmm. Maar dan haal je ze binnen. Dan ga je de steeltjes ervan afhalen. Hebben we een apart apparaat voor. Maar dat hoeft niet met de hand. Nee, want we hebben een onsteler kneuzer, zo heet die machine. Nou, die doet precies wat zijn naam zegt. En dan zijn de steeltjes eraf, is gekneusd, komen ze in een bak en dan heb je sap en silletjes. Nou, daar doe je gistcellen bij en dan beginnen die gistcellen, die beginnen de suikers van die druiven om te zetten in alcohol. Mm-hmm. Nou, als dat proces klaar is, dus alle suikers omgezet in alcohol, dan heb je in geval van een witte wijn, heb je dan ongeveer 11,5% alcohol. Geen suiker erin. Mm-hmm. En dan heb je een jonge wijn. En toen werd het 2013. Ja. En toen had u een stukje land over. Ja. En toen dacht je, laat ik gewoon vierdaagse wijn gaan maken. Ja, er kwam een heel goed idee van Ardo van Kampen. Ja. En die zei van, de vierdaagse is bezig met projecten te zoeken waar ze de CO2-compensatie kunnen vinden. En volgens mij is jouw wijngaard, biologische wijngaard, een uitstekend mogelijkheid om dat te bereiken. Ja, en nu is het 2016. Dan zijn die druiven van het land gekomen. Ja. Nu hebben we wijn. Dan hebben wij. De speciale 100ste Vierdaagse wijn. Ja, een hele mooie wijn geworden. Het is een witte wijn, hè? Het is een witte wijn, ja. De Cal 64 is een wit ras. Ja, en het is een bewuste keuze omdat die druiven toevallig klaar waren in maart? Of omdat de wijn zeg maar in maart klaar was? Ja, op het moment dat Ardo met het idee aankwam, hadden we al plan om dit nieuwe ras uit te proberen. Om te kijken of we daar mooie wijnen van zouden kunnen maken. En dat sloot precies aan met de Vierdaagse. En een witte wijn drink je meestal in de zomer. Ja. De Vierdaagse is in de zomer, dus wat dat betreft past het heel goed bij elkaar. Ja. Ik las op je website dat het een wijn is die ook prima geschikt is voor wandelaars. Ja, bij uitstek. Bij uitstek zelfs. Hoe zit dat? Omdat je als je wandelt, dan ben je komt binnen en je bent moe. Ja. En dan wil je het liefst ergens op het terrasje iets lekker verfrissends drinken. Ja. En deze wijn is ontzettend lekker om lekker fris om te drinken. Hij is dus nu nog te koop? Ja. Ja. €15 per fles? Ja, €14,95 per fles. Het is ook een bijzondere fles. Ja? Deze fles is al 4 keer zo duur als een gewone fles. Okay. De etiketten die erbij horen. Ja. Het werk dat we rondomheen hebben moeten doen. Veel extra activiteiten. Dus, we moeten er zorgen dat we hem netjes op de wedrijf afleveren. Juist. Nou, ik krijg er dorst van. Ja, zullen we proberen? Zullen we dat doen? Ja. Ja, vind ik een goed idee. Ik één halen. Ja, is goed. Is goed. Lekker. Ben benieuwd. Straks gaan we die wijn van Hollandse grond nog proeven. Maar eerst ben ik heel benieuwd hoe de Nijmegen brand van 2016 eruit ziet. Sietke, jij bent getrouwd met Theo. Jij bent mede-eigenaar van deze galerie. Je bent ook nauw betrokken bij de Nijmegen brand. En toen ik hoorde dat het een houtsnede was, de prent van dit jaar, dacht ik dat is een blok hout waar iemand met een mesje op en een bijteltje allerlei dingetjes uitsnijdt, daar misschien nog wat verf overheen gooit. En dan is dat dus het kunstwerk. Maar dat is niet zo. Nee, dat is niet zo, nee. Dat wat jij nu net beschrijft, dat is eigenlijk de stempel. Oké. En die wordt afgedrukt op papier. 25 keer in het geval van de Nijmegen prent. Je kan dit soort hout gebruiken. Ja, dat is echt heel en dik. Daar stukjes uit gutsen en dan afdrukken. Dit is een heel zwaar te bewerken materiaal. Dat heeft Frank Dekkers gedaan. Die heeft daar ook een print mee gemaakt, ook een Nijmegen print. Maar die heeft dus niet zo heel veel details. Ik heb hier een voorbeeld. Dat is van Simon Dijkstra overigens. Ja. Ze gebruiken Berken triplex. Ja. Dat is makkelijk te bewerken. Het is vrij taai, dus het brokkelt niet. En wat gebeurt er? Ze rollen zo'n plaatje in met inkt. Mm-hmm. Daar gaat een velletje papier op en dat gaat door de pers. Bijvoorbeeld 30 keer. Ja. En dan houden we die velletjes aan een waslijntje te drogen.
met z'n dertigen. Mm-hmm. En dan begint de kunstenaar te snijden, uit te snijden uit het plankje. Waarvan hij wil dat het blijft zoals het op dat moment op het papiertje is. Oké, ja. Dus als je dan deze voorbeeld, of dit voorbeeld neemt, dan zie je dat hij de eerste keer de boven- en de onderkant ingerold heeft met lichtblauw, zacht geel. Ja. En daarna, als hij dus al die velletjes heeft hangen, mm-hmm. dan gaat hij uitsnijden wat die kleur moet houden. Nou, hier, dat lichtblauwe was er al uit. Ja. En toen is hij weg gaan snijden wat die kleur groen, die kleur blauw en dit geel moest houden. En toen is hij met bruine inkt over die... over dat plaatje gaan rollen. Ja. En dat velletje, of al die 30, die gaan dan weer hierop. Dus het zijn geen witte velletjes meer. Nee. En zo gaat het dus steeds, komt er een laagje overheen. En nou is dit 7 drukgangen, dat is eigenlijk nog maar heel weinig. Want mensen die dit soort fijne houtsneden maken, maken vaak wel 15 drukgangen. Okay. En dan wordt het nog veel gedetailleerder. Nou, dit voorbeeld is van Simon Dijkstra. Ja. En de prent is nu dit jaar gemaakt door Grietje Posma. En dit is een voorbeeld van haar werk. En zij gebruikt dezelfde techniek. Maar dat betekent dus, als je in de eerste druk een foutje maakt, dan blijft dat er alle drukken in zitten. Ja, ja. Dus moet je het geen foutje noemen. Je moet er wel gewoon vervolgens iets anders van maken. Of alles weggooien. Of alles weggooien. Ja. Wat zonde. Dat is jammer. Ja. Dus die eerste oplossing was verstandig. Ja. Kijk je nou heel erg uit naar de nieuwe Nijmegen Prent? Ja. Ik vind het elk jaar heel spannend. Heel spannend. Ja. Maar je hebt hem al gezien, toch? Ik heb nu weet ik het al. Ja. Ja. Ik wil hem wel heel graag in het echt zien. Ja. Want een plaatje blijft toch maar een plaatje. Dus je moet naar de expositie komen om hem in de volle glorie te kunnen absoluut. Zien. Absoluut. En ga je er nou zelf ook één boven je eigen tafel hangen? Om te beginnen zeker. Of die er altijd blijft hangen, weet ik niet, want er komt elk jaar weer een nieuw. Ja, precies. Dus dan wordt dat plekje weer vrijgemaakt. Ja, En dan het moment waar we allemaal op hebben gewacht. Of nou ja, ik dan. Hoe smaakt die 100ste Vierdaagse wijn nu eigenlijk? Zo, kijk, dat is hem. Welk nummer is dit? Aha. Dat is eigen nummer natuurlijk. Nummer 2057, een van de laatste. Een van de laatste. Ja. Want nummer 1, die heb jij zelf al op. Nee, die gaat naar de marsleider. Die gaat naar de marsleider? Ja, naar de marsleider. Dus die... Dat was een voorwaarde. Die zei, je mag hier wel wijn maken, maar de eerste gaat naar mij. Ja, nou, ik vind dat hem wel toekomt. Hè? Ja. De 100ste Vierdaagse, die gaat, en de eerste fles, nummer 1, gaat naar de marsleider. Kijk. Dus je zal eerst in deze dagen wel... Ja, dat gaat niet zo makkelijk met mijn linker. Nee. Ja. Kijk eens, dat is hij. Mag ik hem zo voor je inschenken? Ja. Mooi kleurtje, hè? Ja, ik vind het wel. Maar ja, zoals ik jou net al vertelde, ik vind het heerlijk om wijn te drinken. Maar ik weet er niet zoveel vanaf. Dus ook het proeven, dat is iets wat ik nog niet zo goed beheers. Ja. Oké. Okay. Dan gaan we dat... Dan ga je eerst ruiken. Ja. Stil ruiken. En dan stel je vast of die lekker ruikt of stinkt. Hè? Als die stinkt, dan wil je hem niet proeven. Dus als je lekker ruikt, dan zeg je, ik wil wel een slokje nemen. Dan ga je nog een keer walsen. Ja. Hè? Dus ronddraaien in het glas. En dan ruik je nog een keer. En dan merk je dat je nog meer geur krijgt in je neus. Ja. Ja. Dat is het leuke ervan. En dan neem je een slokje. En dan spugen. Nee, dat hoeft niet. Hij is lekker. Ja. Oh, dat had nog langer gemoeten. Oh, dan moet ik het eigenlijk nog een slokje nemen. Zo'n 8 tot 10 tellen. Mm. En dan merk je pas wat er gebeurt in je mond, hè? Mm. Ondertussen een beetje lucht bijnemen, net als het walsen. Ja, dan gaat hij heel anders van smaken. Ja. Nog lekkerder. Ja, heerlijk. Ja, hij is echt heel lekker. Ja. Ja. En inderdaad, je zei het net al, die fruitsmaak. Het zit er wel in. Frisse mineralen. Ja.
Echt lekker op het terrasje als je de Vierdaagse gelopen hebt. Met de beentjes omhoog. Met de beentjes omhoog. Ja, ja. Het is ook maar goed dat het een fles is van een halve liter. Want als je dan een fles opdrinkt, dan kun je de volgende dag gewoon nog lopen. Dat is misschien stiekem... En de alcoholgehalte is niet zo hoog, hè? Nee. Hey, en jij hebt natuurlijk geen tijd om te lopen dit jaar. Of wel? Nee. Ben je wel een beetje wandelaar? Ik wandel heel wat af in mijn bijjaren. Oh. Maar ik heb maar één keer gelopen. Dat is in 1968. Dat is een hele tijd geleden. Ja. Eén keer. Toen zat ik in de militaire dienst. Dus heel leuke groep van aspirant-officieren. Ja. Ja, maar daarna nooit meer. Eens maar nooit weer. Nou, dat was niet het idee. Maar ik was voetballer. Dus in die periode moest ik altijd weer langzaam herstellen. En weer opnieuw in training. Ja. Dus daar had je geen tijd voor eigenlijk. Hey, de naam van de Wijnhoeve is Colognes. Ja. Waar komt die naam vandaan? Van de straat. Dat van de straat? Ja, heel simpel. Ja. Die straat voor de deur die heet Tweede Colognes. En aan de andere kant van de heuvel is Eerste Colognes. Dus dit is het gebied van de Colognes. Ja. Toen ik een naam moest geven voor deze wijngaard, was het eigenlijk vanzelfsprekend. Ik heet Verhoeven, dus Wijnhoeve, geen chateau of iets, dat klinkt allemaal te duur. Hè. Wijnhoeve de Colognes, en dat past geweldig bij elkaar. Ja. En Colognes komt vanuit de Franse tijd van Napoleon. Uh-huh. Die heeft hier gelegen op de Keizerskop, daarom heet hij Keizerskop. Colline is het Franse woord voor heuveltje. Colline, colline, colines. Oh ja, 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 dat wordt dan uiteindelijk... En dat is het eerste heuveltje. Dit is het eerste heuveltje vanuit het dorp gezien. En dat is het tweede heuveltje daar. Dus eerste, tweede... Ja, logisch. Colines. Ja. Ja, ja. Daar komt het vandaan. Ja. Dus, en dat hebben we netjes benut, want nu hebben we Wijnhoeve de Colognes. Ja, het klinkt een beetje buitenlands. Ja, ja, ja. Terwijl het toch helemaal Nederlands is. Ja. Laten we nog maar een keer proeven. Vind ik ook. Proost. Oh ja, eerst ruiken natuurlijk. Ja, ik ben altijd toch van het drinken, hoor. Nou begin je pas te proeven, hè. Die smaak van willen moeten de kans krijgen om te proeven, hè. En als je meteen doorslikt, dan fietsen ze voorbij, hè. Of fietsen de wijn voorbij. Wandelt de wijn voorbij. Wandelt de wijn voorbij, ja. Ik ga het onthouden. Ja. Dankjewel. Graag gedaan. Dit was De Aanloop. Volgende week zijn we er weer en dan kijken we onder andere naar het leven van een verkeersregelaar. En we lopen met drumfanfare Michael mee in de openingsceremonie van de Special Olympics. Tot volgende week.